Ik ben Victor Borgheon, 22. Ik heb KMO-management gestudeerd aan de Artevelde Hogeschool. Tijdens mijn opleiding heb ik twee studentondernemingen opgericht. Enerzijds Bodo Watches, dat was mijn eigen horlogemerk. En anderzijds Ergo at Work, wat is voortgekomen uit mijn bachelorproef. Dus waarom doe ik mijn morning routine? Is eigenlijk om wakker te worden en om fris aan de dag te kunnen beginnen. Het is belangrijk ja, dat je sport, dat je een gezond lichaam hebt. En doordat je 's ochtends sport en gaat gaan zweten, ga je eigenlijk je lichaam en je brein gaan activeren. Hetzelfde met het glas water dat ik elke ochtend drink. Dat is ook, 's nachts droog je brein eigenlijk uit. Dus dan moet je water gaan drinken een keer dat je opstaat om je brein te activeren en wakker te worden. Een ochtendroutine kan ik eigenlijk aan iedereen aanraden, omdat ik vind echt wel dat dat werkt. Dus vanochtend was ik bezig met de voorbereiding voor een offerte van Ergo at Work. De studentenonderneming die voortgekomen is uit mijn bachelorproef. Ik was eigenlijk bezig met de plannen nog eens te bekijken. Ik heb die bureau volledig in 3D uitgetekend en ons meubilair daarin gezet. Om het zo realistisch mogelijk aan onze klant te kunnen voorstellen. En dan ja, daarna zijn we dan naar de klant zelf geweest voor de bekrachtiging van de offerte. En ik had wel een redelijk goed gevoel bij de klant. Die klant is ook student-ondernemer die ook begonnen is bij IT Factory en Entrepreneur. Het was ook zijn tweede studentenonderneming. Maar zijn onderneming waar hij meest mee bezig is, is een marketing agency. En hij heeft nu sinds kort zijn eigen kantoor in Gent. En ja, daarvoor had hij meubilair nodig. En was hij wel geïnteresseerd in ergonomisch meubilair, omdat hij daar de vruchten of de meerwaarde van ziet op lange termijn. Na mijn klant heb ik Tom opgepikt voor een brainstorm sessie. Tom is ook studentondernemer en marketeer van TB Concepts. Voor een brainstorm sessie rond mijn Valentijnscampagne. En die hebben we daarna dan nog eens voorgelegd tijdens een coaching sessie met Margot. En zo is ja, mijn Valentijnscampagne tot stand gekomen. Margot van den Bossen is een ondernemerscoach die mij al begeleidt sinds 2019, als ik gestart ben als student-ondernemer. Zij heeft mij ook volledig begeleid in het proces van hoe word ik student-ondernemer, welke formaliteiten moet ik allemaal ondergaan, wat heb ik nodig, moet ik naar het sociaal secretariaat, een boekhouder en al die zaken om uw onderneming op te starten. Zij heeft mij daar volledig in begeleid. Maar het gaat eigenlijk verder dan dat, want nadat u bent opgestart, begeleiden ze u ook nog in uw volledige ondernemerstraject. Dus je kunt eigenlijk coaching sessies inplannen. En dat ja, is vrij informeel. Dat je dan gewoon samen zit en je legt je problemen voor of je legt je ideeën uit. En dan heeft zij daar ook haar visie op. En zij heeft eigenlijk een zeer groot netwerk. Waardoor dat zij u bijna wel altijd kan helpen. Wat ik als laatste nog wil meegeven is doen. Gewoon doen, niet lang over nadenken. Als je een idee hebt, pitch dat met je vrienden, pitch dat met andere studentondernemers en probeer het gewoon. Ga het meer spijt hebben als je iets niet gedaan hebt achteraf dan dat je het geprobeerd hebt en dat het mislukt is. En mislukken mag, het is zo dat je het leert. Ik heb ook veel met mijn hoofd tegen een muur gelopen, maar het is zo dat je het leert en dat je verder komt in het leven. En dan de mooie opportuniteiten op je pad komen. Het is niet omdat deze dag niet lukt, dat, en als je morgen opnieuw probeert, dat dan ook niet gaat lukken. Dus misschien dat dan juist wel gaat lukken. En als je dan de vorige dag gestopt bent, zou het wel jammer zijn als je succes gewoon laat liggen.